Mobility as a service, het lijkt een beetje een buzzword te worden in mobiliteitsland. Maar er zijn partijen die er in de praktijk al forse slagen mee maken. Reisbalans bijvoorbeeld. Een interessant project leidt voor de gemeente Hengelo. Hoe dat precies werkt, daarover spreken we met de directeur Martin van Overbeke bij ons in de studio. Leuk dat je bij ons bent aangeschoven. Dankjewel. Ja, het is dus een soort nieuw ambitieus mobiliteitsplan wat jullie voor de gemeente Hengelo ingericht hebben. Wat is er zo ambitieus aan? Wat leuke is aan de gemeente Hengelo is dat die een aanbesteding hebben uitgezet waarbij ze in één keer alle mobiliteit hebben aanbesteed. Dus openbaar vervoer, fietsen, auto's. Dus in feite waar ze vroeger 5-6 contracten voor hadden, de inkoop van fietsen, leasecontracten, maar ook onderhoudscontracten, tankkaarten, hebben ze van gezegd, daar willen we in één keer helemaal vanaf. De oude fietsen die meestal met een lekke band in de kelder stonden, die gaan weg. De dieseltjes die moeten verkocht worden. En dan starten we vanaf die datum met een volkomen CO2-neutraal park. Zowel fietsen als auto's zijn elektrisch. Maar ook OV en alles wat je maar nodig hebt voor je zakelijke rit zit dan in één contract. En dat is heel uniek. Daar zijn we ook heel erg trots op. Maar de credits gaan ook naar de gemeente Hengelo, want die is gewoon als eerste met een dergelijke uitvraag gekomen. Ja. Nou, je zegt uniek, want je ziet natuurlijk best wel meer van projecten hebben waar wat gedaan wordt met deelvervoer of dat je flexibel kunt overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel. Ja, maar hier is echt wel gewoon dat alle mobiliteit die iemand die in de gemeente Hengelo werkt nodig heeft, gewoon binnen één contract is ondergebracht. Dat je dat ook vanuit één app of één account allemaal kan gebruiken. Dus een gemeenteambtenaar in Hengelo die kan een fiets reserveren, een deelfiets. Heeft die keuze uit gewone fietsen, elektrische fietsen, e-bakfietsen, alles wat maar nodig is om binnen de gemeentegrenzen dat werk te kunnen doen en zo duurzaam mogelijk te vervoeren. Maar ook voor langere ritten zijn deelauto's beschikbaar, ook allemaal elektrisch of openbaar vervoer. En het kan allemaal vanuit één app gereserveerd worden en gebruikt worden. Ja, maar dat klinkt indrukwekkend. Nu kan ik me voorstellen, misschien organisaties die zitten te kijken, organisaties gewoon in het land, die willen ook best wel, die willen iets doen met duurzaamheid. Tegemoetkomen ook aan die vraag om flexibel reizen. Maar kijken misschien een beetje op tegen het vele werk wat daarbij komt kijken. We praten natuurlijk, een gemeente Hengelo is natuurlijk best een grote organisatie. Dus een grote organisatie krijgt dat misschien makkelijker ook voor elkaar dan een kleine organisatie. Maar misschien zijn het misvattingen. Nee, ik denk dat juist de wat kleinere organisaties sneller kunnen schakelen. En er komt nog eens bij dat de grote gemeenten zitten dan ook nog met allemaal aanbestedingsprocedures. Dus leaseparks aanbesteed voor zoveel jaar, fietsen voor dat, openbaar vervoer weer voor een andere periode. Dus hoe groter, hoe beter je voor moet voorbereiden. Het hoeft niet complex te zijn, maar het zit meer op een aantal timing issues. Dus als je een leasecontract hebt waar je geen deelauto van mag maken, dan zit dat in de weg. Ja. Heb je een aanbesteding op NS Business Cards of een andere OV-kaart, dan zit dat in de weg. Dus het gaat er veel meer om hoe je een punt in de tijd kan creëren waarop je dan over kan. Maar bij kleine werkgevers, die bepalen dat doorgaans zelf. Dus daar kan je dat heel snel besluiten. En dan gaat het er vervolgens om dat je dat even de juiste implementatietijd kiest. Want het vergt natuurlijk nog wel wat, ook in communicatie of bijvoorbeeld reiskosten voor vergoedingen, voordat je helemaal over bent. Ja, en over die communicatie gesproken, het is vaak toch wel iets wat van bovenaf bepaald wordt. En dan is het vervolgens stap 2, hoe neem je die medewerkers mee? Maar het mooie was natuurlijk in Hengelo, dit kan ook een beetje bij de mensen zelf vandaan, hè? Ja, dus er wordt in de overheden hebben een voortrekkersrol als het gaat om verduurzaming. Nou, dan zit die aanbesteding soms ook nog wel een beetje in de weg. Maar de grap was dat er wordt wel veel over gekletst, maar niet altijd even goed op doorgepakt. En dat was in Hengelo heel leuk. Daar had je vrij actieve, positieve OR. En die draaide het eigenlijk om. Zo van, soms wordt er wel eens wat verandering tegengehouden, maar hier werd juist om verandering geroepen. Wij willen duurzaam. We willen daar gewoon harder in gaan dan nu vanuit het management wordt gestuurd.
Dus de OR heeft echt een actieve bijdrage geleverd aan de uitvraag die gedaan is. En dus uiteindelijk de oplossing die nu gebruikt wordt. Ja, maar bij andere organisaties, hè, waar het misschien iets minder vanuit de werknemer komt, welke stappen moet je een beetje in acht nemen om die mensen toch een beetje mee te krijgen? Nou ja, kijk, je moet als je voor verduurzaming kiest met een wagenpark wat in één keer 100% CO2-neutraal is en daar ook fietsen en OV bij kiest en misschien nog wel meer deelfaciliteit in de rest van het land, dan heeft het weinig zin om dat te doen als iedereen tegen is. Dus je moet heel erg kijken van wat is die het collectieve doel wat we met elkaar hebben, om vervolgens te kijken hoe kan je er dan voor zorgen dat iedere gebruiker vandaag van een auto, een fiets of het OV daar niet in achteruit gaat. Nee. En dat zit vaak ook tussen de oren. Soms is het ook nog wel drempelvrees. Ook heel erg duidelijk gemerkt in de gemeente Hengelo. Dus die OR en management waren heel enthousiast. Vervolgens krijg je dan als medewerker te horen wat er te gebeuren staat. Ja, dan zijn er toch een hoop mensen die sceptisch zijn. Ja. En die diesel die kan 500 kilometer en elektrische auto 250. Die range anxiety waar we het net over hadden. Ja, maar als je er echt op doorvraagt, dan zijn mensen gewoon een beetje nerveus. Want ze moeten voor het eerst in een elektrische auto gaan rijden en ze hebben nog nooit geladen. Sommige mensen hebben nog nooit in een automaat gezeten. Mensen hebben het gevoel dat ze uit de auto opeens voor alles de trein of de fiets moeten nemen. Dus het zit er meer op de duiding van je echte doelstelling. Wat wil je met elkaar en wat betekent het voor het individu? Als je daar je communicatie heel duidelijk op inricht en alles wat een drempel kan zijn wegneemt, dan zijn mensen doorgaans vrij snel enthousiast. En dat hebben we ook in Hengelo gemerkt, waar mensen echt, ja, die waren zo sceptisch. Dus daar hebben we uiteindelijk ook een aantal demodagen georganiseerd. Helpen met een automaat rijden, helpen met een auto openen via een app, helpen met reserveren. En dan merk je dat op een gegeven moment mensen echt enthousiast worden over zo'n elektrische fiets of wat dan ook. Zeg ja, nee, kan toch wel gaan werken. En dat zie je dan ook terug in het gebruik uiteindelijk, dat juist de mensen die het hardst nee riepen uiteindelijk het snelst overstappen. Kijk, dat is mooi. Hey, wat nou stel dat in een heel uitzonderlijk geval de gemeente Hengelo ineens de helft van het personeel eruit moet gooien. Ja, dan zit je wel toch aan een contract met jullie vast. Ja, dat... misschien andersom, laat ik even een rooskleurige situatie schetsen. Ineens mag de helft erbij. Ja, dat is wel het leuke van het concept zoals het nu is ingericht. Er is één contract met wat wij dan noemen full mobility en full service. Maar het is hartstikke flexibel voor de afnemer, want ja, stel even dat je morgen vanwege corona of vanwege ontslag of door fusie je halveert of je verdubbelt in je personeelsbestand, dan hebben wij een soort van service level in het contract, waardoor wij gehouden zijn om die extra vraag naar auto's of fietsen, of juist de verminderde vraag, te accommoderen. En dat betekent dus dat wij er binnen 48 uur auto's bij moeten zetten of weer kunnen afschalen. En dat maakt dus dat de klant eigenlijk helemaal geen omkijken meer heeft. Dus op het moment dat zijn organisatie in of uitademt, zorgen wij ervoor dat de mobiliteit net zo hard mee in- en uitademt. Dus dat is het voordeel wat je als werkgever hebt. Je hebt er eigenlijk geen omkijken meer naar. Nee, dus die fleet manager, wat is zijn of haar rol nu? Nou, die fleet manager heeft een soort van spreekwoordelijk gezegd, hoeft alleen nog maar zijn ogen en oren open te houden naar werknemers die blij zijn of mopperen. En het maandelijks dashboard in de gaten te houden. Want hij krijgt alles gerapporteerd. Hè? Hoeveel kilometer, hoeveel in de auto, hoeveel in OV, op welke momenten er pieken zijn. Dus die kan heel erg gaan sturen op de data die wij verstrekken, die vroeger ook niet zo voorhanden was. En die kan dus gewoon met ons of voor zichzelf bedenken op welke facetten die nu verder wil sturen. Ja, maar het is dus niet zo, want ik kan me natuurlijk voorstellen dat zo'n fleet manager heeft natuurlijk ineens gaat over veel meer verschillende voertuigen, waar die natuurlijk eerst alleen over auto's ging. Dat je misschien zou kunnen denken, ja, daar komt extra werk bij juist. Nee, die fleet manager heeft bij wijze van spreken niks meer te doen. Dus waar vroeger echt eens in de zoveel tijd een nieuwe fiets gekocht moest worden, een onderhoudscontract erbij, waarbij de lekke band nog ongeveer via hem of haar gemeld moest worden en uiteindelijk het servicebedrijf moest worden gebeld, wordt nu bijna elke melding van schade of onderhoud gedaan via de app.
En zorgen wij ervoor dat het gefixt is. Dus, en dus zeker met één contract waar alles onder zit, is het werk van de fleet manager dus ja, heel overzichtelijk geworden. En het leuke is dat er daardoor tijd ontstaat om juist vanuit een soort van partnership te denken van hè, wat is de volgende doelstelling die we willen halen. En dat is bijvoorbeeld in de gemeente Hengelo heel erg sturen op minder auto en meer fiets. En dat kan je nooit helemaal afdwingen. Maar je kan wel vragen van, hè, onder de 7 kilometer, dat zijn zo'n beetje de stadsgrenzen, zorg er dan voor dat je zoveel mogelijk met de fiets wil. En wat kunnen we dan doen? Weet je, moet er dan echt een e-bak fiets bij? Of twee? Want als je dan op een gegeven moment een elektrische auto minder kan, ja, dan scheelt dat ook gewoon weer een hoop geld, wat zich uiteindelijk natuurlijk terugvertaalt naar de rekening die wij elke maand sturen. Dus je kan echt heel erg gaan optimaliseren op de cijfers die elke maand je kant op komen als fleet manager. Ja, ja, over die cijfers gesproken hebben we natuurlijk al verschillende redenen voor bedrijven even aangehaald om toch over te stappen op deze flexibele vorm, hè, dus duurzaamheid. Maar bijvoorbeeld ook hè, de roep van medewerkers om wat meer flexibiliteit, ook meer aansluitend natuurlijk bij die coronacrisis. Maar ik kan me ook voorstellen dat het misschien goedkoper is juist om al die... Om met één contract te werken, auto's de deur uit te doen, flexibel te zijn. Ja, nou ja, dat hangt ook een beetje af van de manier waarop je het wil inkopen. Hè. Je kan het tegen een vast bedrag doen, per kilometer afrekenen, allerlei mixvormen. Maar er valt veel winst mee te behalen. Dus de vraag is altijd, wat is nou goedkoper? Ja, de mobiliteit wordt nu goedkoper ingekocht dan voorheen. Er zijn effectief minder leaseauto's. Er zijn minder fietsen die stilstaan, dus... Er is vooral een hele grote efficiëntieslag gemaakt. En de kilometers die overblijven zijn misschien wel even duur. Of misschien zelfs een licht tandje duurder, dat weet ik niet. Maar de totale kosten van het hele mobiliteitspakket zijn gedaald. Ja, nou ja, zeker ook als je natuurlijk, hè, zoals in jullie geval, misschien wel mensen de auto ook naar huis laat meenemen. Of dat de buurt er in het weekend gebruik van kan maken. Ja. Ja, dat is door corona nog een beetje de klad ingekomen. Maar de bedoeling is inderdaad om die auto's zo efficiënt mogelijk in te zetten. Want of nou uiteindelijk wij risicodragend zijn of die werkgever. Je hebt daar auto's staan en als die weinig worden gebruikt, hetzelfde geldt voor fietsen, zitten er altijd vaste lasten aan. Dus hoe vaker ze rollen, meer uren per dag, hoe effectiever en dus hoe goedkoper dat per kilometer is. Daarom zijn we aan het kijken hoe we die auto's... tussen 9 en 5 zo optimaal mogelijk kunnen inzetten voor het zakelijk verkeer. Tussen 5 en 9 noemen we dat altijd spreekwoordelijk voor woon-werkverkeer. En in het weekend voor privé of zelfs omwonenden. Dat is een beetje afhankelijk van de locatie waar deze deelmobiliteit dan staat. Je kan er ook hele andere doelgroepen gebruik van laten maken. Maar hoe doe je dat dan met verantwoordelijkheid? Of misschien als er schade is gereden. Ik kan me voorstellen dat dan een werkgever denkt, ja, dat risico wil ik niet lopen als de hele buurt... van mijn auto's gebruik kan maken, kom ik... Nou, dat is inderdaad... Als ik bierblikjes van stappende jongeren in de auto liggen... Nee, dat is heel praktisch per klant of per locatie ook bekijken en bespreken. En dat uiteindelijk gaat de klant daarover. Maar als je omwonenden daar gebruik van kan laten maken... en daarmee is een groot deel van de exploitatie gedekt door andere gebruikers... dan komt dat natuurlijk ten gunste van je totale kosten... En dan hangt het heel erg vanaf welke omwonenden en wat gebeurt er. Nou ja, het voordeel is, die auto's zijn strikt genomen niet van de werkgever, nee, maar van ons. Dus ja, de schadelast, de bananenschil, het bierblikje, ja, het is in principe allemaal onze zorg. Maar het klopt wel, op het moment dat je daar gemixt gebruik maakt van verschillende doelgroepen, komt er wel heel vaak de vraag, ja, hoe zorg je ervoor dat niemand misgrijpt en hoe zorg je ervoor... dat alle gebruikers er voldoende profijt van hebben. En dat is per situatie inderdaad verschillend. Ja. Ja. Laatste vraag. Heb je misschien nog 1-2 tips voor fleet managers die aan het kijken zijn... en zeggen, ik wil ook die omslag maken naar duurzaamheid, meer flexibiliteit. Wat is een beetje de eerste stap die je dan kan zetten? Nou, in principe is dit idee hartstikke operationeel. Dus je kan er morgen mee aan de slag. Het is dus... per saldo ook goedkoper. Het is vooral heel veel duurzamer. Het belangrijkste wat je moet realiseren is dat als je dat nu allemaal los inkoopt, dat het wel even een tijdje vergt om al die contracten te synchroniseren en vooral uit te faseren, zodat je op één dag, en met een soort van big bang, want het werkt het best, gewoon met je hele nieuwe mobiliteitsoplossing dan ook gewoon van start kan gaan.
Ja, nou, top. Dankjewel. Helder. Bedankt, Martin, voor je verhaal. Graag gedaan. En voor je komst naar de studio. Jullie ook. Dank je.